Dag Emiel, wat voor gevoel heb je in deze wedstrijd overgehouden? Slechte eerste helft, betere tweede helft. En als je in de 90e minuut 1-0 maakt, kan je hier nooit twee punten verliezen. Dus teleurstellend. Ja, dat is een teleurstelling. Ja, ik bedoel, we hebben zwaar bevochten de 1-0 gemaakt. Ik denk ook verdiend de tweede helft. Veel kansen gecreëerd. En als die dan valt, dan mag je dat niet meer weggeven. Ik vond dat wij de eerste helft zeker niet goed deden. De tweede helft vond ik dat wij beter deden. Meer in de duels kwamen, meer creëerden, meer beweging, meer energie in de wedstrijd gelegd. En dan zie je gewoon dat je de bovenliggende partij bent. En zo hadden we de eerste helft ook moeten spelen, maar dat doe je niet. En uiteindelijk kom je dan op 1-0 en dan moet je het zakelijker afmaken. De tweede periode is nu ook ten einde. Hoe kijkt hij op terug? Ja, de periode ben ik niet meer bezig. We zijn wedstrijd voor wedstrijd. We moesten deze wedstrijd winnen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is een teleurstelling. En dan moet je de volgende wedstrijd moet je weer scherp zijn. Dus die teleurstelling moet je achter je laten. Daar moet je van leren en je moet gewoon weer verder. De komende maand is natuurlijk een zware maand. Met binnenkort PEC Zwolle ook voor de boeg. Hoe kijkt u naar die wedstrijd? Ja, maar we hebben eerst Go Ahead voor de beker. En daar zijn we eerst mee bezig. En dan gaan we ons richten op Zwolle. Die gaan we goed voorbereiden. En dat is lekker een thuiswedstrijd. Dus een mooie affiche voor de competitie. De eerste periode ging je vandoor met de beste speler award. En de tweede periode sta je nog bovenaan met doelpunten en assist. Wat zijn nog meer van jouw verwachting voor dit seizoen? Ja, ik vind dat ik nog steeds veel beter kan. Zeker vandaag. Ik denk dat mijn eerste helft was niet goed genoeg. En ik denk dat ik elke wedstrijd moet goed spelen in deze competitie. En ik denk dat ik nog beter kan. Ja, de ploeg weet heel makkelijk te scoren dit seizoen. Onder andere Nicolai Larsen is genomineerd voor de tweede periode. Hoe kijkt u naar zijn nominatie? Ik denk dat ze dat ook verdienen. Ja, als je ziet wat ze laten zien. En vandaag was dan een mindere wedstrijd. Maar ik denk ze brengen gewoon wat ze moeten brengen. Ze zijn gevaarlijk. Ze hebben dreiging. Het is individueel, is het goed. Ik denk dat het ook voor het publiek vermakelijk is. Dus ik denk dat het een terechte nominatie is. Wat zijn uw verwachtingen nog voor de tweede helft van het seizoen? Ja, wij moeten doorgaan. Je hebt helemaal nog niks. Ja, je hebt een periodetitel, maar dat zegt me weinig. Dus de volgende wedstrijd is weer de belangrijkste. En dat is nu Go Ahead Eagles voor de beker. En die gaan we proberen goed af te sluiten. En daarna gaan we ons eigen richten op Zwolle. Keep it.